Charlie, allereerst welkom. Hoe voelt het om hier bij Vitesse te zijn? Ik voel me heel goed. Ja, ik ben heel blij om hier te zijn en om vandaag voor de eerste keer te trainen. Ja, vandaag eerste keer. Kun je jezelf even kort voorstellen, wat voor een soort speler ben je? Ik ben een speler die houdt van de bal, om dribbles te doen en om mezelf te amuseren op het veld. En ik hoop dat ik het, dat doen hier. Je bent vandaag voor het eerst bij Vitesse. Wat weet je al van de club? Ik weet veel, want spelers zoals Marco van Ginkel die van Vitesse komen. Dus ik ken veel van deze club en ik weet dat dit een goede club hier in de Eredivisie. En ik hoop om het goed te doen hier voor deze club. Ken je ook andere spelers die hier hebben gespeeld vanuit Chelsea? Ja, er zijn veel spelers. Veel jongere spelers van mijn leeftijd en ook van al lang geleden. Dus ik ken veel spelers en ook Nederlandse spelers die ook hier hebben gespeeld. Dus ik ben heel blij om hier te zijn. Wat zeiden zij over Vitesse? Gewoon dat ik ga mezelf hier goed zijn. Want de Eredivisie is zo'n league dat spelen voetbal op de grond, te kunnen voetbal spelen en mezelf amuseren. Dus gewoon om het beste te doen en to enjoy de ervaring. Hij komt uit België. Hoe bevalt het hier in Nederland de eerste paar dagen? Ja, goed. Ik ben niet in België al lang geleden. Dus het is al 7 jaar nu dat ik ben niet in België geweest. Dus het is goed om in een land te zijn ongeveer zoals in België. En het is heel goed om hier te zijn. Een paar uurtjes van België ook. Dus ik ben heel blij. Chelsea is sauntering their way through to round 3. It might get even better here for Charlie Musonda. 4-0. Musonda gets his goal. How about this for a touch though from Michy Batshuayi there. Wonderful. 1-2 completed and the finish not bad. Wanneer verwacht je je eerste minuten te kunnen maken? Ik weet niet. Wanneer de eerste wedstrijd is. Nu is het even trainen. De internationale break. Dus gewoon trainen met de groep. Ik ben heel blij dat ik kan al nu trainen met de groep. Dus ik ga nu trainen en zien wanneer de eerste wedstrijd komt. Waar kijk je het meest naar uit? Gewoon om te spelen. Eerste thuiswedstrijd en gewoon om te spelen. Ja, voetbal spelen. Heb je ook persoonlijke doelen die je bij Vitesse hier wil halen? Ja, gewoon spelen in de divisie gaat een goede opdracht voor mij zijn. En ik wil gewoon mezelf amuseren en voetbal spelen en het beste doen voor deze club. En ik ben blij om hier te zijn en hopelijk ga ik het goed doen. Droomparken, sponsor van Vitesse TV.